Maar die is een heerlijke en verdiende overwinning, denk ik, vanavond. Ja, zeker. Allebei. Een mooie wedstrijd, NAC uit. Helaas zonder publiek natuurlijk, maar wel mooi. En we hebben een hele goede teamprestatie geleverd. Goed gevoetbald. Tactisch erg goed. Ongelukkig natuurlijk eerst al met 1-0 de rust in. Dus dat was mentaal wel een dingetje. Maar natuurlijk veel beter. Ja, en dan ga je toch weer de mist in. Dus in de rust vooral op het mentale gezeten. En bij plan blijven. Nou, gelukkig, tweede helft hadden we geluk wel wat meer aan ons zijde. En kunnen we met 2 goede goals een dik verdiende overwinning boeken vandaag. Nou, ik kan me voorstellen dat je halverwege echt heel gefrustreerd de kleedkamer in. Ja, klopt. Maar ik moet dat natuurlijk dan heel snel van me af gooien. Want ik moet aan die spelers dat niet laten merken. Dus ik heb even rustig naar de scheidsrechter gegaan. In alle rust. En voor de rest de jongens even tot rust gemaand. En gezegd dat het inderdaad heel vervelend is. Maar dan op een andere manier door 1-0 achter staan. Maar dat we scheidsrechter moeten laten liggen. Dat het mentaal is. We gaan voetballen, blijven voetballen zoals we doen. Eigenlijk deden we alles goed. Behalve de goals. Dus daar heel erg op gehamerd. Nou, ik moet zeggen, dat hebben ze geweldig gedaan, tweede helft. Ja, dan maak je 2 ja, prima goals eigenlijk, Reuven. Ja, leuk voor Reuven natuurlijk na vorige week. Die zat er vorige week flink doorheen met de grote kans die de laatste seconde miste. Dus gelukkig op trainen had hij al vrij snel een aantal lekkere goals binnenschoot. Dus hier vandaag even in de bespreking terug laten komen voor het mentale gedeelte. En ja, goed voor hem. Hij is altijd zo'n fijne teamspeler die altijd maar 100% geeft. En ja, die eerste was natuurlijk makkelijk, maar die tweede schiet hij heel vast met zijn binnenkant voet binnen. Dus dat betreft was het wel een dubbele mooie overwinning, vond ik. Ja, die eerste is vooral makkelijk als je op de goede plek staat. Ja, nee, tuurlijk. Maar natuurlijk was het een geweldige actie van Elias. Achie tweede paal. En inderdaad, hij kan hem intikken. Dus, maar dat moet inderdaad in het oorlogsgebied zijn. Dus daar was hij. Ja, als je je ploeg zo ziet voetballen vanavond, dan kunnen we er weer 100 keer op terugkomen. Nee, ik weet het. Dat is mijn frustratie ook. Als je NAC ziet of ons ziet, zijn gewoon. Natuurlijk hebben ze individueel goede spelers, maar ik denk wel als team op dit moment beter zijn. Tactisch zijn we beter. Alleen ja, we hebben het te laat goed gaan voetballen eigenlijk. En te veel wedstrijden. Het zag je ook eerst helft waar we dan beter zijn en niet kunnen belonen, zoals vorige week. Nou, nu kunnen we ons gelukkig nog wel omdraaien, maar dat lukt ook vaak niet. Dus ja, dat is wel het punt geweest. Maar ja, het is wel mooi om te zien dat we toch eigenlijk zo week voor week toch aardig voetballen, steeds beter. Met Wiever centraal inschuivend. Dus dat heeft heel goed uitgepakt. En die doet het steeds beter. Waardoor we meer rust krijgen. Bruins goed aan de bal. Ja, dus dat betreft is het wel een compliment in de situatie waar we zitten. Jongens gaan weg. We blijven toch onverstoorbaar doorgaan. Dus ja, dat zegt wel iets over hoe we met elkaar werken, gelukkig. Ja, en je lijkt ook wel nu eindelijk de ideale formatie gevonden te hebben op deze manier. Ja, dat lijkt inderdaad wel. Maar ook nu, Matthijs, Wingberg gespeeld. Eigenlijk nooit gespeeld, maar dat past ook in 1 keer vandaag dan. Dus het is ook wel een beetje een mentaal gedeelte. Maar ja, wat ik zeg, omdat we aan de bal nu zo goed zijn, krijgen we veel meer vertrouwen en veel meer rust. We weten dat we verdedigend nog wel eens een hoepje tegenkregen. Maar we zitten nu gelukkig wat meer aan de bal. En we wat meer lef met druk zetten. Dus dat betreft is het inderdaad helaas net te laat. Maar beter laat dan nooit.